Ja, ik vond het hartstikke goed. Ik vind het heel goed om iemand te zien die op het podium staat met lekker zo'n attitude. Zo van, dit is wat ik doe en jij bent stiekem een beetje bang voor mij. En dat is heel goed. Dat is wat dat mag. Had ik ook altijd een beetje bij jou, hoor. Ja, daar was je niet de enige in en dat is ook goed. Hoe kijk je eigenlijk aan tegen de hele nieuwe generatie? Zoals bijvoorbeeld de jongens van Kensington. Die vlammen, die je Ziggo Dome even vol. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ze hebben natuurlijk een paar keer voor ons gespeeld. Een paar eigen shows bij ons. En ja, weet je, ik gun al die gasten dat. Wat ik vooral gun is, als je een jong bandje bent, dan moet je gewoon, dat moet het zijn wat je doet. En dan mag van mij de sky mag de limit zijn. En dat moet het ook gaan. Nou, als het gebeurt, dan is dat gaaf. Ik ben er voor de rest niet heel erg mee bezig, moet je zeggen. Nee? Nee. Maar als Casper en Iloy bij jou aan de bar zitten en ze vragen je, goh, hey, Dinant, geef ons eens advies. Ja, dat hebben ze wel gedaan. Ja? Ja, tuurlijk. Maar wat vroegen ze dan? Ja, dat weet ik veel. Ben ik toch opeens een beetje de ervaren oude Nestor of zoiets. Uh-huh. En die ook voor ze is gegaan natuurlijk. Ik denk dat toen Anouk en wij, dat bedoelde ik eigenlijk net met dat Paradiso het hoogst haalbaar was. Toen Anouk doorknalde en wij doorknalden, was het opeens niet Paradiso het hoogst haalbaar. Wij waren de eerste band die de arena uitverkocht. Weet je, Anouk was de eerste die gewoon boom, alleen maar aan het knallen. Daar was iedereen stond in die tijd van, wat de fuck komt daar uit Den Haag? Wat is er aan de hand? Eigenlijk werden de hele geldende waarden op zijn kop gezet. En het is natuurlijk heel leuk om te zien dat nu die geldende waarde voor velen gewoon veel meer een soort van pad aan het worden kan zijn. En wat is dan een valkuil waarvan je zegt, jongens, kom op, niet die in. Ja, zo makkelijk te voorkomen, niet die valkuil. Ja, weet je, die valkuil, weet ik veel, er zijn zoveel valkuilen. Ik denk dat de valkuil is vooral als je het zelf te veel gaat geloven, zomaar. Geloven als in naast je schoenen lopen of geloven als in... Nou, je kan onderweg zoveel van die appels tegenkomen. Dat schreef ik ook op dat stukje van Kane.nl. We hebben eigenlijk niks meer gezegd daarover. Over het einde dan een heel mooi stuk geschreven. Als je al die aandacht krijgt en al dat succes hebt, dan hangen er zoveel van die appels in die bomen. En ja, dan is de vraag van wat gebeurt er? Want er zijn een paar van die appels en daar ga je in bijten. En die gaan een effect hebben. En dat is niet alleen maar positief. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n appel? Gewoon wat in je opkomt? Want ja, ik zou het graag begrijpen. Ja, kijk, ik denk dat... Kijk, een heel lastig ding, en dan ga ik het even niet over die appel hebben. Een lastig ding is dat in principe ben jij niet heel erg veranderd. Jij bent gegaan voor wat jij aan het doen was en dat verandert ook niet. Het zijn meer heel veel mensen om je heen die opeens heel anders gaan reageren op wat eigenlijk de outside world van jou creëert, zou maar. En dat maakt het dat het lastig is. En dat maakt het ook in het geval van mij of zo, dat ik veel meer op mijn eigen pad, veel meer ging uitzoomen en meer gesloten werd, zeg maar. En die mensen om je heen, heb je het dan nu over bijvoorbeeld dat Kane de band You Love to Hate werd? Oh nee, daar heb ik het helemaal niet over. Waar heb je het dan over? Ik heb op het moment dat je heel succesvol wordt, dan gaan ook je... Nou, alles joh. Of je nou op bij je families bent, of je bent op begrafenissen, of je bent op een feestje. Iedereen, je wordt een soort van het prins van het bal. En dat is ook heel leuk. Mm-hmm. Dat is ook allemaal heel... Die aandacht is ook allemaal heel leuk. Maar die aandacht moet je wel een soort van leren... We zijn toch, laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal onderweg. Met ouder worden zijn we telkens onderweg om binnen waar we dan zijn, onszelf weer te vinden. Ja. En dan, ik zeg wel eens... voor de gein, als we dan voorbij de 40 zijn, dan zijn we weer blij als we misschien weer een stukje van onszelf terugvinden wat we along the way dachten te hebben gevonden. Maar hierbij, als je zo in de spotlight staat met zoveel succes, ja, dan krijg je natuurlijk heel veel spiegels waarbij je allemaal maar moet zien te vinden. En je zegt net van dat leert ook een klein beetje aan dat Kane stopte. Betekent dat dan dat je eigenlijk wil zeggen dat het belangrijk was om te stoppen met Kane, om niet meer de prins van het bal te hoeven zijn? Nee, maar ik denk dat als je daarover wil hebben, dan was het stoppen van Kane is zo puur. Is zo gaaf hoe we dat gedaan hebben. Toen wij, wat ik je net vertelde, toen wij elkaar ontmoetten en wij stonden in de kelder in Den Haag te spelen, was het de liefde voor muziek en de liefde om samen iets te willen vertellen die ons dreef naar waar we naartoe gingen. Toen wij merkten aan elkaar dat we weer bij elkaar kwamen en dat we zeiden van, hey, we kunnen gewoon door, want Kane was daar en Kane kon heel hard doorgaan. En we zeiden tegen elkaar van, ja, eigenlijk hebben we op dit moment, we hebben even niets te vertellen. Ja. En dan moet je echt ballen hebben om eervol te zijn richting dat vuur wat je zo in je voelt, om te zeggen, weet je wat, als wij dat niet voelen, en trouwens, dit gesprek was in Amsterdam op de Utrechtse straat, in 5 minuten hebben wij dit gevoeld, dit gesprek, en wij zaten allebei zo van, als we dat zo voelen, dan moeten we het niet doen. En dan moeten we ook de ballen hebben om te zeggen, het is goed zo. Want je hebt niks meer te vertellen en het wil even niet. Nee, nee, dat laatste niet. Weet je wat dan, het is zo lastig? Nee, maar dan wil ik het even afmaken. Ik wil dan zeggen, we hebben niks te vertellen omdat we niks
hoeven te vertellen, klaarblijkelijk. En we zijn wel heel erg in het moment. En als het nu waar is, en nu is waarheid dat wij op dit moment niks voelen of dat we iets hoeven te vertellen, dan moeten we ook zeggen, dan gaan we dat niet doen. Maar dat was voor ons ook een nieuwe ervaring, omdat wij altijd iets te vertellen hadden, ook voor onszelf, om het te maken voor onszelf. Want we hebben het altijd voor onszelf gemaakt. Mm-hmm. Dus op het moment dat je zelf zoiets hebt van, wij, ons samen zijn hier in dit moment, we hebben op dit moment onszelf eigenlijk niets te vertellen. Laten we dan alsjeblieft zeggen, we gaan er nu mee stoppen. Zometeen na het nieuws van 11 uur meer Dinant hier live in 3 voor 12 Radio als co-host. Hebben we nou die Joachim Pastoor gemist? Nee, die komt zo ook. We doen Paul Weller. Oh, dat is ook. Waarom Paul Weller? Nou, ik vind dat Engeland heeft van die iconen. Van die gasten die al heel lang meedraaien. En die voorbij de 20 jaar gaan. Die ergens voor staan. En die ergens voor gaan. En die nog steeds heel erg het verschil maken. En hij is de man. Paul Weller live. Nee, sorry, helemaal niet live. Paul Weller nu op je radio met Andromeda.